Het blauwtongvirus houdt verschillende bedrijven al een tijdje in zijn greep. In onze regio blijft het aantal gevallen ook toenemen. En dat merken ze ook bij deze boerderij in Midden-Delfland. Dat is de ziekte die ik heb. Ze geeft geen melk, nauwelijks melk. Ze eet slecht. De algehele uitstraling is weg. Ze zijn net naar buiten, dus iedereen loopt te grazen en loopt gras te vreten. Zij is eigenlijk vrijwel gelijk gaan liggen. Hoe kwam je er nou achter dat je het had? Ik twijfelde vorige week al wat. Dat was koeien met koorts. Robert meet ook de temperatuur van de koeien. En die gaf toch wel wat dieren met koorts aan. Die heeft het vorige week gehad. Kan je er iets tegen doen? Regulier vrij weinig. Het is een virus. En een virus reageert niet op antibiotica. Dus zwart-wit gezegd is het uitzieken en zorgen dat de koe zo comfortabel mogelijk is. Vanaf Facebook kreeg ik het advies van meerdere volgers om willig te voeren. Willig heeft van nature acetylsalicylzuur in zich zitten, wat dus net als aspirine pijnstillend werkt. Dus dat krijgen ze sinds gisteren los bij. Oh, hey. Dames. Maar het lijkt erop, want ik heb ook wel schapen gezien die blauwtong hadden. Het lijkt erop dat de koeien wat minder ziek worden. Of is dat schijn? Ja, wat ik ervan gezien heb inderdaad ook, zeker aan beeldmateriaal, zit het bij schapen vooral ook heel erg op de longen. Dat zie ik bij mijn koeien niet. Ik zie geen benauwde dieren. Ik zie vooral eigenlijk verkoude dieren. Dus snotneuzen, snotogen, lamlendig. Hallo. Ja, ik hou ook van jou, echt waar. Eigenlijk lag het in de lijn der verwachting dat je het zou krijgen. Om ons heen horen we steeds meer bedrijven die blauwtong hebben. En ik verwacht echt niet dat zo'n knut dan mijn bedrijf voorbij vliegt. Het was niet de vraag of we het zouden krijgen, maar de vraag wanneer we het zouden krijgen. Maar je had ze gevaccineerd, hè? Ja, ze waren gevaccineerd. Deze heeft vrij zeker ook. Hij heeft een natte neus en wil ook niet lekker gedijen. Wat ik om me heen hoor is dat de vruchtbaarheid van de koeien achteruit gaat. Maar ook dat de koeien de kalf misdragen. Dus miskramen hebben, terwijl dat eigenlijk niet verwacht was. Dat kalveren wat slapper geboren worden. Dus ook de restschade is echt nog wel aanzienlijk op sommige bedrijven. Het is geen lievertje. Het is een stevig virus.